Nou, dank voor deze introductie. Ik ben zoals gezegd Florien Baks. Ik ben artsonderzoeker hier in het Erasmus MC. En ik doe promotieonderzoek naar de werking van muziek bij mensen met dementie. En hoe we dat kunnen inzetten als behandeling bij mensen met dementie. Onderzoek doen, dat doe je niet alleen. Zoals eerder al even genoemd, ook de muziek als medicijngroep waar ik bij ben aangesloten. Dat is de onderzoeksgroep waar ik bij hoor. Die wordt gevormd door verschillende artsonderzoekers die u allemaal op de onderste rij op het plaatje kan zien. En wordt gestuurd eigenlijk vanuit een bestuur met als voorzitter professor Jekel, de oud-hoogleraar chirurgie hier in het Erasmus MC, die zelf ook piano speelt en erg is geïnteresseerd in de werking van muziek en daar echt werk van heeft gemaakt en een onderzoeksgroep heeft gecreëerd. En die wordt daar ondersteund door dokter Paul Hekking, die is muziektheoreticus en ook longarts. Dr. Klimek, die is anesthesioloog hier in het Erasmus MC. En Pien Baks, die doet de fondsenwerving voor de studies. En wij zijn dus ook aangesloten bij de Erasmus MC Foundation, waar wij jullie erg voor willen bedanken. Muziek als medicijn richt zich dus op de implementatie van muziek in de gezondheidszorg. Dus hoe kunnen we nou de zorg voor patiënten verbeteren door muziek daarbij te gebruiken? En hoe dat in zijn werk gaat, is eigenlijk een relatief makkelijk uit te leggen proces. We beginnen bij onderzoek. Wat is nou de werking van muziek? Kunnen we daar effecten van aantonen? En als we die effecten aantonen en dus wetenschappelijk bewijs verzamelen, zouden we daar een richtlijn mee kunnen schrijven. En die richtlijn kan dan uiteindelijk geïmplementeerd worden echt in de zorg, waardoor we de muziek kunnen gaan gebruiken in zowel het ziekenhuis als de zorg die buiten het ziekenhuis plaatsvindt. Verschillende resultaten zijn daaruit al naar voren gekomen vanuit de onderzoeksgroep. En we hebben het hoogste wetenschappelijk bewijs gevonden dat muziek luisteren tijdens een operatie zorgt voor minder pijn en angst bij de patiënt na de operatie. Maar dat er ook een mindere dosering slaapmiddel, om het zo te noemen, nodig is om dezelfde staat van diepe slaap te bereiken tijdens een operatie als mensen tegelijkertijd naar muziek luisteren. Daarnaast zien we ook dat mensen minder pijnstillingen nodig hebben na de operatie. En dat er een verminderde stressreactie vanuit het lichaam is. Dus echt de reactie met het stresshormoon dat het lichaam zelf aanmaakt, is minder als mensen naar muziek luisteren. En u kunt het zich misschien ook wel voorstellen als u in het ziekenhuis wordt opgenomen en u zou een operatie moeten ondergaan. Dat u voordat u naar de operatiekamer gaat, waar toch best een geluid is met wat piepjes en gebeuren om u heen. Als u dan muziek luistert en muziek waar u van houdt, dat u rustig wordt. Tijdens de operatie bent u in slaap en als u wakker wordt, wordt u weer wakker met diezelfde klanken. Dat kan best wel rustgevend werken, kan ik mij zo voorstellen. En dat laat de wetenschap dus ook zien dat dat echt effect heeft. Daarnaast zijn er verschillende voordelen van het luisteren naar muziek als behandeling. Het is een duurzame behandeling. Het heeft, zover wij weten, geen bijwerkingen. Het is kosteneffectief en het is ook makkelijk inzetbaar. Mensen hebben tegenwoordig vaak al op hun eigen mobiele telefoon muziek staan. Dus mensen hebben het eigenlijk zelf al bij zich. Zoals mijn collega net al heeft uitgelegd en ook heeft laten zien op die mooie plaatjes met de kleurtjes, de fMRI's, activeert het luisteren naar muziek verschillende gedeeltes van het brein. En op dit plaatje zijn al die gedeeltes uitgelicht en daar wil ik er kort een paar van benoemen, met name het geheugen. Het gedeelte van het brein dat verantwoordelijk is deels voor het geheugen, zorgt dat het muziek in het lange termijn geheugen wordt opgeslagen. En dat is erg belangrijk voor wat ik jullie straks ga vertellen. Daarnaast zien we ook dat het plezier teweeg brengt en dat het ook met de concentratie en de emotie effecten teweeg brengt. Er zijn al verschillende onderzoeken gedaan naar de toepassing van muziek bij mensen met dementie. En wat we daar tot nu toe van weten en wat echt de aangetoonde effecten zijn, is dat muziek luisteren of enige vorm van muziek probleemgedrag bij mensen met dementie kan verminderen. Het kan ook depressieve klachten bij mensen met dementie verminderen. We zien dat mensen minder angstig zijn. De kwaliteit van leven wordt beter. En we zien daarnaast ook een heel licht verbeterend effect op de cognitie. Maar dat is wel iets subtieler dan de andere effecten die ik noemde. En wat ik dus al op het plaatje liet zien, specifieke hersengedeeltes geassocieerd met het lange termijn geheugen, daar wordt de muziek dus in opgeslagen. En dat lange termijn geheugen, dat is wat eigenlijk relatief bewaard blijft bij mensen met dementie. Dat blijft langer intact dan het korte termijn geheugen. En mensen met dementie herinneren zich dan ook de muziek van vroeger vaak heel goed. En dat is specifiek hun lievelingsmuziek, zoals bijvoorbeeld de Rolling Stones en de Beatles net genoemd werden.
En met name ook muziek die werd geluisterd tussen het 15e en het 25e levensjaar. Dat is echt de vormende periode, kunnen we dat noemen, in het muziekgeheugen. Liedjes die thuis werden gezongen daarnaast. Misschien kinderliedjes die vroeger met de ouders of met broers en zussen werden gezongen. Liederen uit de streek of de geboortestreek die misschien op feesten en partijen werden gezongen. En als iemand bijvoorbeeld een geloof uitoefent, dat er liederen vanuit de kerk of vanuit de geloofsovertuiging, die kunnen daar ook een rol in spelen en erg lang in dat geheugen echt bewaard blijven. En dan wil ik jullie graag een filmpje laten zien waarin dit goed geïllustreerd wordt. En ik hoop dat hij, als ik op het knopje druk, start. Maar misschien kan ik daar wat ondersteuning bij krijgen. Nou, en de oplettende kijker had het misschien al door, maar wat we zien is een oudere dame met dementie. En we horen de muziek van het Zwanenmeer. En deze dame heeft in haar jongere jaren, is zij ballerina geweest en heeft zij op het Zwanenmeer gedanst. En bij het horen van de muziek ziet u haar als het ware een beetje oplichten. Ze raakt ook wat emotioneel. En vervolgens herinnert zij zich ook de bewegingen, de dansbewegingen die zij vroeger op het podium heeft uitgevoerd, die komen weer bij haar boven en die associeert zij met het luisteren naar die muziek. En dat brengt mij bij deze quote die ik heb gelezen, die ik erg toepasselijk vond. Door muziek vinden mensen met dementie eigenlijk stukjes van hun verloren geschiedenis terug. Gedeeltes die ze zich misschien niet meer actief kunnen herinneren, niet meer precies kunnen beschrijven in een gesprek, kunnen door luisteren naar bepaalde muziek toch weer naar boven komen bij deze mensen. En zoals eerder ook genoemd en op de plaatjes laten zien met de verschillende kleurtjes, de lievelingsmuziek, de persoonlijke muziek, dat is eigenlijk waarbij we verwachten dat er de meeste resultaten zullen zijn. En we zien uit andere onderzoeken dat dat inderdaad onder andere zorgt voor ontspanning, voor positieve emoties en ook voor toegankelijkheid voor sociale interactie. En sociale interactie kan eigenlijk heel gelaagd zijn en ook samenhangen met de vordering van de dementie. Sommige mensen kunnen nog goed praten over hun herinneringen die naar boven komen door de muziek. Andere mensen kunnen eigenlijk niet zo goed meer praten, maar kan toch samen gedanst worden, samen meegezongen worden of samen gewoon alleen maar luisteren en genieten van de muziek. En muziek als behandeling zal de dementie niet genezen, maar wel de kwaliteit van leven verhogen. En dat is toch wel erg belangrijk. En als woorden tekortschieten, dan begint eigenlijk de muziek. Dus ook als mensen niet meer goed de woorden kunnen vinden of niet meer goed kunnen praten, kunnen we toch nog samen naar de muziek luisteren. En dat is wat wij willen gaan onderzoeken in de Music Decare-studie. Daar ben ik nu onder leiding van professor Matacherazo en professor Jekel bezig met het opzetten van deze studie. We gaan kijken naar de effecten van het luisteren naar gepersonaliseerde muziek, dus echt die lievelingsmuziek, bij mensen met dementie thuis. Want wat we in Nederland zien is dat zo'n 75% van alle mensen met dementie thuis wonen. En dat is vaak samen met een mantelzorger. Dat kan zijn een partner, dat kan zijn een buurman, dat kan zijn een zoon of dochter. En mensen willen eigenlijk graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Want dat is een prettige omgeving, dat is een omgeving die we kennen. En dan kunnen we, dan kan er toch voor elkaar gezorgd worden. En om te zorgen dat dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, willen wij onderzoeken of het luisteren naar muziek daarbij een ondersteuning kan bieden. En daarbij kijken we zowel naar de effecten van de muziek op de mensen met dementie, maar ook of er effecten zijn met de mantelzorger, of het misschien de stress wat kan verminderen, wat ook wel een belangrijk punt is. En daarnaast gaan we ook de kosteneffectiviteit meten, omdat, zoals eerder al genoemd, de zorg voor de mensen met dementie kost ontzettend veel geld. En ook daarin kunnen we kijken of we daar kleine winsten kunnen behalen.
Het als einddoel om de kwaliteit van leven van de mensen met dementie en hun mantelzorgers thuis te verbeteren. Wil ik u danken voor het luisteren en veel plezier met de rest van deze dag.